Los amantes de los nachos. Dag voetbalvrienden en welkom vanuit Madrid in het fraaie en roemruchte Estadio. Genoemd naar oud-speler, maar natuurlijk ook... Oud-voorzitter die dit stadion heeft laten bouwen, Don Santiago Bernabeu. Voor het commentaar luistert u naar Jeroen Guter en naar mij. Ik ben Sierre de Vos. En vandaag zitten we hier voor een partido in La Liga. We hopen op een partidazo. Deze wedstrijd moet je gewoon zien. Het is me genoeg gesierd. En weet je, ik ga ervan uit dat we dat over anderhalf uur nog... Schot! Het schot gaat ruim naast het doel. Martin Ødegaard. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Redding, maar de bal blijft in het spel. Marco Asensio. De fans van Real gaan achter de spelers staan. Hier moeten ze de leiding nemen. Ja, het was voor iedereen duidelijk dat ze goed uit de startblokken kwamen. Maar zo snel had ik het doelpunt nou ook weer niet verwacht. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Jij hebt van die scheidsrechters die gaan juichen als die voordeelregel goed werkt. Kijk of hij dat doet. Ja, ik gun zo'n scheidsrechter dat ook wel. Beter dan dat hij telkens affluit. Al vroeg in de wedstrijd een overtreding, maar geen kaart, oordeelt de scheidsrechter. Die tackle zet hem van de bal af. Ruim baan op de vleugel. Een grote kans hoor. Raak. En nog een doelpunt. Dit is nog eens omschakelen. Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En dan die magnifieke afronding. Zo beheerst, zo gecontroleerd. Met zoveel gevoel geschoten. Ja, zelfs de doelman kan hier alleen maar bewonderend toekijken. Ja, dag. Al kwijt, Real. Ook in het Colosseum Alfonso Pérez wordt gespeeld. En daar is net gescoord, toch? En die is voor Getafe. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding. Met 15 minuten achter de rug. En natuurlijk weer bedankt voor de update. Martin Ødegaard. Kan Real Madrid hier profiteren van die ruimte op de vleugel? Vinicius brengt zijn collega's in stelling. Hij werkt die bal over de zijlijn. Mooi moment om de bal voor te zetten. De voorzet wordt vakkundig geblokkeerd door de verdediger. Corner voor het doel gebracht. Rafael Varane. Balbezit kwijt. Een leep balletje diep. Het spel. Vrije trap. Eens kijken of ze hem direct op doel gaan schieten. Sergio Ramos. Die vrije trap eindigt in de handschoenen van de keeper. Luka Jovic. Sterk hoe hij die bal verovert. Ze leveren de bal in. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Zo, goal!
En eigenlijk doet hij het helemaal zelf. Ja, hij gaat er vandoor en laat iedereen achter zich en dan rolt hij het ook nog heel netjes af. Gedecideerd. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Modric met een overtreding. En dat is een gele kaart voor Modric. Hé, hey, hupsa, weg met die bal. Die bal weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. Ze kunnen snel uitbreken nu. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Voor open doel! Katachtig die doelman, mooi gered. Voor de ploeg op achterstand zijn dit ontluisterende statistieken, hoor, Siert. En de trainer zal zich ook wel afvragen wat hij in hemelsnaam nog kan doen om die verdediging weer aan de praat te krijgen. Door dat druk zetten komen ze weer in balbezit. Dat is een gevaarlijke steekbal. En hij is ontsnapt. Enorme redding en daardoor het gevaar geweken. Ja, wat een reactievermogen heeft deze keeper toch. Van zo dichtbij komt hij tot een schot. Ja, doelpunt. Hij zit erin. Kijk, dat werkt dan toch, hè? Dat vroeg druk zetten op de tegenstander. Ja, inderdaad, zie het. Je forceert daarmee een fout bij de tegenstander. En uiteindelijk is het de inleiding tot het doelpunt. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Paas van Modric wordt deze keer onderschept. Vinicius, dit moet een doelpunt worden. Die bal verdwijnt in het net. Heel effectief die lage bal. Langs de doelman in het doel. 5-0 alweer. Het krachtsverschil is duidelijk. Sergio Ramos met onderschepping. Hij weet de bal te ontfutselen. Oog voor zijn ploeggenoot. Hij geeft hem diep. Nou, Modric kan ontsnappen. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. Het begint op een aanval te lijken. Rafael Varane. Luka Jovic. Nee, dat is goed gezien. Net op tijd ertussen. Ze komen opnieuw in balbezit. Modric. Luka Jovic. Moet het doelpunt worden in de handschoenen van de keeper. Einde eerste helft. En met 6... We gaan weer verder. Aftrap is geweest. Tweede helft onderweg. Goede interceptie daar op het middenveld. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten? Dribbelt verder richting doel. Die bal mag erin. Hij weet de bal weg te werken. Legt hem terug. Modric moet nu een vervolger aangeven. En die bal gaat erin. Hij staat er nog maar net in.
En nu al meteen een doelpunt. Dat is echt een heerlijke invalbeurt. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Alle ballen van hem komen aan deze wedstrijd. Ze mogen de bal gaan ingooien. Mbappé is momenteel in het nieuws. Ze zeggen dat hij klaar is voor een overstap naar Real Madrid. Ik heb het ook gehoord inderdaad. Het zal me benieuwen wat er allemaal waar van is. We zullen het vanzelf merken, Siert. Alvaro Negredo. Balbezit na die sterke tackle. Listige steekbal. En los van zijn man. Alsnog een gevaarlijk moment. Zo, hij houdt hem gewoon tegen. Ja, ik ging ervan uit dat hij zou scoren. Naar voren gepeerd door de doelman. Via het hoofd wordt het een inworp. Het team krijgt twee verse krachten. Goed gezien van hem. Voorzet richting eerste paal. Nee, dit strand hier. Ze zullen het opnieuw moeten proberen. En de ontmoeting in het Colosseum Alfonso Pérez heeft een goal opgeleverd. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Lijkt veilig, maar toch de kans. Ja, doelpunt, schitterend. Oh nee, afgekeurd. Toch geen... Een doelpunt. De vlag ging omhoog. Ja, ik telde hem ook al. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Vinicius. Vinicius brengt zijn collega's in stelling. Tegen de paal, achterbal. Als volgend duel in La Liga presenteert EA Sports een wedstrijd van Real Madrid. De club speelt thuis tegen Celta. Ja, weer een geweldige pot Spaans voetbal uit La Liga. Hij staat genoteerd in mijn agenda. Nou, wat kan hij hiermee? En Courtois met een makkelijke redding. Martin Ødegaard. Dit moet een doelpunt worden. Wat gaat hij doen? Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Geweldig doelpunt, echt. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Ze zijn aan deze wedstrijd begonnen met één heldere opdracht. Winnen. En nu snel schakelen voor de counter. Daar is dan toch het gevaar. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Het is natuurlijk niet zomaar dat deze treffer tot stand komt, hè, Siert. Het begint allemaal bij dat vroege druk zetten. De tegenstander krijgt eigenlijk geen enkele gelegenheid om eruit te komen. Raakt de bal kwijt. Ja, en dan ligt hij binnen de kortste keer achter de keeper. Goed gedaan. En hij is ontsnapt. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter. Is de wedstrijd wel gespeeld. Bal naar de andere partij. Ja, fraaie pas hoor. Een keer beter timen. Dit is buitenspel. Alvast een overzicht van La Liga Santander wedstrijden. Waarin de bezoekers van vandaag de komende periode zullen aantreden. Real Madrid geeft de bal aan de tegenstander. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Vandaag komen zijn passes goed aan. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. De aanval van Real Madrid.
gedaan. Een steekpas van Benzema. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Voorgegeven in het midden. Die bal wordt geblokkeerd door een speler. Verkeerde timing. Ook in het Colosseum Alfonso Pérez wordt gespeeld. En daar is net gescoord, toch? Nog maar eens een doelpunt voor Getafe. Alleen de doelman nog voor zich. Een verdediger steekt er een stokje voor. Daar komt hij en daar heeft hij hem. Bal voor zijn voeten weggepakt. Gewoon goed eruit gekomen. Heel resoluut. Karim Benzema. Legt hem terug. Wat een geweldige bal! Zo'n doelpunt kan eigenlijk alleen maar tot stand komen als de paas in orde is. En deze is dik in orde. Perfect gewoon. En daarna wordt die paas opgevolgd door een minstens zo fraaie afronding. Want dit is pure klasse. Dit kan niet iedereen. De bal zo plaatsen. Buiten het bereik van de keeper. Meesterlijk. 3 minuten extra speeltijd. Al vroeg druk gezet. Er ligt ruimte voor de counter. Karim Benzema nog steeds. Kans hier voor Karim Benzema. Ratatatata! Die is raak en we zien maar weer eens hoe het loont om hoog druk op de tegenstander te zetten. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel in de problemen. En dan zie je wat het oplevert. Heerlijk toch, al die doelpunten. 1 afgefloten, uit, klaar. De 3...
De camera staat op Gareth Bale gericht. Er was speculatie over een vertrek, maar hij staat gewoon in de basis. Zit u er klaar voor? Want de wedstrijd gaat over enkele ogenblikken beginnen. Het regent hier flink in Madrid, maar wij zitten hoog en droog in Estadio Santiago Bernabéu. Het commentaar dat u hoort bij deze wedstrijd komt van collega Jeroen Guter en ondergetekende Sierte Vos. En we hebben een competitiewedstrijd voor u in La Liga, in Spanje dus. Dit is Real Madrid tegen Celta de Vigo. Ja, dankjewel, Siert. Ja, het zou als een heel interessant... Hij ontsnapt, hij moet scoren! Doelman ertussen, spel gaat verder. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Goed onder druk gezet. De tegenstander kon daar niet mee omgaan en werkte blind weg. Eden Hazard. Komt er een doelpunt aan? Net op tijd ertussen. Nou, van dit schot ligt de doelman niet wakker. Bale. Oh, wat een kans. Cruciale onderschepping. Als je kijkt naar het aantal geïncasseerde tegentreffers, dan is Real Madrid de beste ploeg van de competitie op dit moment. De solide achterhoede vormt natuurlijk de basis van je team. En wat dat betreft geeft de thuisploeg al het hele seizoen het voorbeeld. Geen ploeg incasseert minder doelpunten in de competitie. We luisteren even naar het nieuws uit de kathedraal. Want er schijnt gescoord te zijn in San Mamés. Een goal voor het team van Villarreal. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding en pas 11 minuten op de klok. Thank you very much for the update. De paal, het spel gaat verder. Goed druk gezet hoor. Hij leek er langs, hij was er langs. Hij moest alleen nog de doelman passeren. Ja, maar die doelman die had natuurlijk helemaal geen zin om hier aan mee te werken. Die pakt gewoon die bal. Luka Modric. Benzema. Alleen de doelman nog voor zich. Redding. Bal nog binnen de lijn. Benzema. Bal veroverd in de eigen 16. Hier kunnen ze de leiding nemen. Ja, mooi gedaan zeg! Ketst af op iemand van de tegenpartij. Er komt een hoekschop. Het publiek gaat achter de ploeg staan. Na al die kansen mag er wel eens eentje in. Dat vinden de mensen op de tribune waarschijnlijk ook. Er wordt gejuicht. In Sanchez Pizjuan, het stadion van Sevilla, als ik het goed heb. En die is voor Deportivo Alaves. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding in de 18e minuut. En weer bedankt voor deze update vanuit de studio. Trouwens, waarom moet ik hem steeds bedanken? Is toch zijn werk. Leg hem terug. En dan gaat deze bal er wel in. Ja, het was gewoon een kwestie van tijd. Ah, dit is gewoon een optelsom. Hè. Na zoveel druk, ja, kan een doelpunt niet uitblijven. Real gaat aan de lijn. Wat een wedstrijd. De bal diep op Karim Benzema. Benzema! Doelman had hem. Bal blijft binnen. Hij haalt hem van de lijn. Eden Hazard. Eden Hazard met de voorzet. De speler werkt de bal weg. Kan het kloppen dat iemand wat te vieren heeft? Dat het hele stadion Ramon Sanchez Pizjuan iets te vieren heeft? Een goal voor Sevilla. Eden Hazard. De keeper pakt hem met alle gemak. Santi Mina. Ja, dit is het soort overtreding waarvoor je geel kunt krijgen. Dat zag je aankomen. Geel voor Casemiro. Santi Mina krijgt die harde paas te verwerken. Een goede schotkans, maar de verdediging kan de bal wegwerken. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Toch de schietkans. Goal Real Madrid. En daarmee hebben ze een comfortabele voorsprong van 2 treffers te pakken.
Even naar de studio voor een update. En die is voor FC Barcelona. Ze gaan nu met 1-0 aan de leiding. Op de klok staan 33 minuten. En bedankt hè, voor deze update. Dat is natuurlijk een vrije trap. Ritsma kan dribbelen zelf, maar hem dribbel je ook niet zomaar even voorbij. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Moet nu een vervolger aangeven. Knap weggewerkt hoor, door de keeper. En dan de voorzet vanaf de vleugel. Zo, dat scheelt niet veel zeg. Nou, het was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Helaas plaatste hij net iets te hoog. Zo, deze statistieken mogen er zijn hoor. Ik ben onder de indruk. Ze vallen voortdurend aan en oké, niet elke kans kan raak zijn. Maar ze hebben er ook al een paar ingeschoten. Santi Mina. Ja, zachtjes tikte de regen vanmorgen al op het zolderraam. Maar hier in het stadion is het niet echt een rampzalig voor het spel. Nee, de meeste velden kunnen daar tegenwoordig heel goed tegen. Je ziet vaak ook dat er wordt gesproeid voor wedstrijden. De bal rolt daardoor wat sneller. Dat komt het speltempo alleen maar te goede. Op de vleugel voor een voorzet. Ja, daar. Bal kwijt, Real. Casemiro. Kroos. Benzema wacht een schot. De speler blokkeert het schot. Casemiro. Karim Benzema. Die komt eruit, pakt hem. Daar fluit de scheidsrechter voor rust. Het staat. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. En Kroos stuurt zijn ploegenoot weg daar in het blauwe hinein. Goal Real Madrid. Goed, alle reden denk ik om nog eens even te kijken wat er allemaal gebeurt bij deze goal. Het begint natuurlijk allemaal met die gevaarlijke steekpaas. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Bij de andere wedstrijd is gescoord. Over naar de studio dus. En weer is hij voor Barça. Ze leiden nu met 2-0 op de klok, 49 gespeelde minuten. En weer bedankt voor deze update vanuit de studio. Trouwens, waarom moet ik hem steeds bedanken? Is toch zijn werk? Santi Mina. Er is nu een verhaal dat Real Madrid een speler wil gaan kopen. Nog niets is bevestigd op dit moment. Het zou geen slechte zet zijn, denk ik. Maar ja, we kunnen nu niet veel meer dan afwachten. Een sluwe steekpaas. Marco Asensio. Och, wat is dat toch een prachtig doelpunt. En die verdedigers weten dat hij levensgevaarlijk is. Maar hoe houd je zo iemand tegen? We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Fraaie onderschepping door Toni Kroos. Gareth Bale. Ze mogen een hoekschop nemen. Hoekschop van Toni Kroos op de 16. Als je zo dicht bij het doel af kan werken, dan moet je toch met iets beters komen dan dit. Ja, dit is nou gewoon een kwestie van de kans weggooien. De afronding stelt heel weinig voor. Een leep balletje diep. Wat kan hij hiermee? Die bal verdwijnt in het net. Als je de bal zo laag houdt, kan de doelman er moeilijk bij.
de aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Ook deze paas is weer uitstekend. Dag. Hij past nauwkeurig vandaag. Gevaarlijke steekbal. Hier komt de kans voor Gareth Bale. Net iets te vroeg zijn turbo aan. Nog een half uur reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Hazard. Dit moet een doelpunt worden. Als volgend duel in La Liga presenteert EA Sports een wedstrijd van Real Madrid. De club speelt uit tegen Getafe. En La Liga staat altijd garant voor geweldige wet. Oh, wat een kans! Bale staat buiten spel. Bal ingeleverd. Die steekbal is gevaarlijk. En Hazard stoomt op. Gareth Bale! En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hat-trick op zijn naam. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. De trainer van de bezoekers besluit te gaan wisselen. Ja, er staat al een speler een tijdje klaar om erin te komen. En zo dadelijk mag hij echt. Een grote kans hoor! Het gevaar is voorbij, maar dat was een aardige kans. Denis Suarez. Waar mag Celta de Vigo zich hierna voorbereiden, collega? Volgende tegenstander in La Liga. Real Valladolid wacht als... Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Ze komen opnieuw in balbezit. Yokuzlu. Daar is Martin Ødegaard. Lekkere steekpaas. Hazard kan meters maken. Alsnog een gevaarlijk moment. De doelman laat het doel helemaal onbewaakt. Ja, en die gaat er natuurlijk in. Hij kan hem rustig afmaken, want de doelman staat niet tussen de palen. Koek, koek. Ja, mooi uitgespeeld hoor. En die uitgelezen kans, gewoon netjes verzilverd. Balbezit kwijt. Eden Hazard in balbezit aan de zijkant. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Hé, kijk, er staat een speler klaar om in te komen. Ja, dat klopt. De bezoekers gaan het met een nieuwe kracht proberen. De coach gaat wisselen. Santi Mina. Yokuzlu. En weer balbezit na die sterke actie. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Bal op de paal. Koek, koek en weer terug het veld in. Ja, wat valt er nou nog aan te merken op zo'n inzet? Eigenlijk bijna niets. Maar ja, hij moet er wel in. En dat gebeurt niet. Dus valt er eigenlijk toch op. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Goeiedag. Mooi doelpunt. Nee, hier was geen redder meer aan voor de doelman. Als een speler op zo'n positie de bal krijgt, ja, dan is het bijna een garantie dat er wordt gescoord. En dat is een overtreding door de speler van Real Madrid. Gele kaart! Ja, dat kun je verwachten. Na die tackle is hij de bal kwijt. Een leep balletje diep. Moet het doelpunt worden. Doelpunt Real Madrid. Ja, dit is een goal waar we voorlopig geen genoeg van krijgen. Hè? Het begint allemaal bij die prachtige paas. Waarbij de bal precies op de goede plek terecht komt. En van die afstand mag je niet missen. En dat doet hij dan ook niet. Lekkere goal. Hij gaat over de lijn. Inworp. Nou, wat kan hij hiermee? De verdediging werkt die bal goed weg. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Eden Hazard.
met de voorzet. Bang, die bal kaatst terug van de paal. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Martin Ødegaard. Bale. Die doelman die duikt en die bal die redt. Real Madrid geeft de bal aan de tegenstander. Hij zet al vroeg druk. Marco Asensio. Die houdt hij makkelijk tegen. Afgefloten, uit, klaar. De drie